I'm glitching like a En ik zeg yo, vriendjes en vriendinnetjes. Welkom terug, videootje nummer 3 alweer. Zo, gaat snel, Danny. Gaat echt meegaard. Ja, en wat is belangrijker dan geld? Nou, niks hoor ik je denken. Maar reputatie, dat is wel een beetje belangrijker dan geld. Nou, niet heel erg, maar wel een beetje. Wat ga je doen? Je gaat naar de car meet en dan ga je naar de test track. En selecteer de regel enter with other players. Dus test track. Enter with other players. Nou, je begrijpt het natuurlijk al een beetje. Other players, jazeker. Want voor deze glitch heb je een vriend nodig. Wat gaan we voor doen? We gaan rap points verdienen. Ik ga eerst de vriend aan wat rap points helpen. En dan zal ik laten zien hoe je dat doet. Je start een race. En dat is head-to-head of scramble. Dus ga naar Alice Car Meet. Head-to-head of scramble. En start hem op. Vervolgens haal je telefoontje omhoog. En je gaat klaarstaan om de job te quitten. Op het moment dat hij de job gejoined is, kan jij de job afsluiten. Ja, dus hij is gejoined en jij sluit de job af. En op dat moment krijgt hij rap points erbij. Zo simpel is deze glitch. En nog een keertje. Oké, dus Alice Car Meet, head-to-head of scramble. Een van die twee start je op. Hij ziet het de melding van in zijn telefoon komen. Op het moment dat hij gejoined is, gaan wij door onze telefoon weer de job quitten. En weg ermee. Oké, en is hij dan gekwit, dan krijgt hij de rap points. Ja, zo simpel is deze. En als je dan lang genoeg hebt gedaan, dan help je elkaar weer een keertje terug natuurlijk. Dus dan gaan we het een keertje andersom doen. Nou ben ik degene die de rap points krijgt. Dus de vriend start de job op. De head-to-head heeft hij opgestart. En vervolgens join ik hem door de telefoon. Hij krijgt links onderin op zijn minimap te zien dat je gejoined bent. En hij quit de job, of de race moet ik eigenlijk zeggen. En dan krijg je rap points erbij. Kijk maar, zo simpel is die. En iedere keer als je dus hem joint, dus we gaan nog een keertje doen. Hij start hem op, wij joinen door onze telefoon. Als hij ziet dat wij gejoined zijn, dan sluit hij de job weer af. En dan krijgen we weer rap points erbij. Ja, je krijgt een heel klein beetje RP's, maar daar moet je het niet voor doen. Deze doe je echt voor je reputatiepunten. Nou ja, vet. Hoe mooi is dit? Deze reputatie is natuurlijk fantastisch. Want ja, daar krijg je weer liveries en dat soort dingen. Ja, goed. Dankjewel, Sergio Special, voor het op de hoogte brengen van deze glitch. Ik wilde hem eerst niet opnemen. Ik zag eigenlijk niet zo nut ervan. Maar ach, weet je, je kan ook niet altijd money glitches opnemen. Want dan wordt iedereen geband. Ah, Danny, ik word geband. Ja, je wordt geband van TikTok. Nou, oké, dit was er voor mij. Einde reputation point. Ja, ik heb reputatie. Ik heb het helemaal niet nodig natuurlijk. Hey, dit was er voor mij. Danny Cool gaat gevulde koek. Nee. Nee, dat kan ik niet maken. Nee, Danny gaat naar Benny. Danny goes to Benny. Want ik heb een reputatie oog te houden. Mama, kom eraan. Mama, ik kom eraan. Yo, ga maar liggen. Ik kom zo. Yo.